Ieder van ons wil graag leven waar hij geworteld is, waar hij zich thuis voelt. En ik vind als zorgbestuurders, maar ook als zorgorganisaties, hebben we de opgave om te zorgen dat dat thuis dan dus ook in verbinding staat met de plek waar die stenen gestapeld zijn. Wij zijn in Alerimus als cliëntenraad bezig om eigenlijk nog steeds een ontdekkingsreis hoe wij met elkaar samen kunnen werken in de breedste zin des woords. Dat betekent ten eerste dat je elkaar respecteert en dat je de intentie hebt om steeds weer opnieuw naar elkaar te luisteren en met elkaar proberen verder te komen als dat je alleen zou komen. Vandaar dat dat ook heel belangrijk is dat je kritische mensen hebt, wel met gezond boerenverstand en goed realiseren waar je van bent, dat je geen klachtencommissie bent en dat je gewoon een klankbordgroep bent en je probeert je bijdrage te leveren aan een goed bestuur, een goede organisatie, maar ook op durft te komen voor de kwaliteit van de cliënten en de inwoners van een instelling. Met keer op keer de uitspraak en de afspraak dat je allemaal hetzelfde belang dient. Alleen ieder zijn eigen perspectief, maar dat het enorm belangrijk is om die andere perspectieven te horen en daar ook, je zou kunnen zeggen, je voordeel mee te doen, soms is het je nadeel mee te doen, maar het is wel wezenlijk waartoe je het doet. Nog veel belangrijker dan waarom je het doet, waartoe je het doet, wat je wil bereiken. We merken gewoon dat het steeds beter wordt, omdat iedereen zijn rol beter gaat herkennen en erkennen. En dat is samenwerking in optima forma, zeg maar, en elkaar te vinden. Dat is die zoektocht waar ik het over heb. Het geheim van goed samen medezeggenschap is eigenlijk met respect ieder zijn eigenheid laten. Medezeggenschap betekent voor mij teamwork. Dat je dingen met elkaar moet doen. En ik heb het idee dat dat steeds beter gaat. We zijn er nog niet, maar het wordt wel steeds beter. Want je bent allemaal voor hetzelfde belang bezig, voor de kwaliteit van zowel de instelling als de kwaliteit van de zorg.